Goedemorgen, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. We zien op de satellietfoto een band met bewolking, met name over de noordoostelijke helft van het land liggen. Dat is een zwakke storing die geleidelijk aan het land gaat verlaten. Op dit moment nog wel vrij veel bewolking, zeker in het noorden en oosten ook nog af en toe een spat regen. Maar de regen trekt geleidelijk aan weg en vanuit het zuidwesten gaat de zon dan ook flink schijnen. Een enkele bui blijft bij zee vandaag nog wel mogelijk, maar op de meeste plaatsen zal het droog blijven. Verder wordt het 11 of 12 graden en er waait een matige aan zee soms vrij krachtige wind uit zuidelijke richtingen. Vanavond ook overwegend droog, flinke opklaringen en het koelt dan af tot een graad of 8. Dan morgen in eerste instantie misschien nog wat nevel, maar de rest van de dag schijnt de zon flink. Op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt zo'n 12 tot 14 graden bij een matige aan zee soms vrij krachtige wind uit de zuidoostelijke richting. Woensdag, donderdag en vrijdag. Vrij veel bewolking. Met name op de donderdag en vrijdag iets meer zon. Woensdag valt vooral in de zuidwestelijke helft van het land soms wat regen. Op donderdag blijft het op veel plaatsen droog. Vrijdag is weer kans op een enkele bui. De middagtemperatuur ligt rond 12 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.